Vandaag zijn we met Dedemsvaart in beeld op bezoek bij banketbakkerij Dorgelo. Goedenavond, meneer Dorgelo. Ja, goedenavond, welkom. Hartelijk dank. Nou, zo'n ontvangst, dat is in ieder geval, dat kan voor ons al niet meer stuk vanavond. Om me voor te bereiden dacht ik zo van, laat ik eens even kijken. Dorgelo, ik woon hier al heel lang in Dedemsvaart. Ik weet niet anders of u zit hier. Dan gaat het helemaal terug tot 1843. Ja, dat klopt. Het is een familiebedrijf, steeds van vader op zoon. En dat is nu bijna 172 jaar. En we hopen de 175 jaar ook ruim mee te maken en er een groot feest van te maken. Wat ik ineens toen bedacht, is Dorgelo nog niet koninklijk? Dat had gekund, alleen dat mag alleen bij 100, 125, 150 en 175. Zo, en dat zijn we dus, in die tijd hebben we daar nooit bij stilgestaan. En het 100-jarig bestaan was tijdens de Tweede Wereldoorlog, dus toen was het helemaal natuurlijk niet aan de orde. En dus dat is eigenlijk gewoon voorbij gegaan. 150 jaar hebben we ruim gevierd hier. Hebben we de mensen allemaal uitgenodigd voor een open dag. En we hopen ook iets leuks te gaan bedenken als we 175 jaar bestaan. En dan zullen we zeker ons best doen om het koninklijk binnen te halen. Nou, ik ga voor u duimen hoor, want ik vind het gewoon, het moet kunnen. Ik wil nog graag even weer terug naar uw voorouders, want wij kwamen hier binnen en we verbazen ons erover dat het zo groot was. Maar dan staat hier natuurlijk ook moderne apparatuur. Dat had je toen niet, hè? Nee, dat was zeker niet. En we zijn dus ook door de jaren heen zijn we van identiteit eigenlijk wel wat veranderd. Want mijn opa die zat van sluis 6. En die had daar nog een bakkerij, ook een klein café als het ware zat erbij, dus een toog. En daar hadden ze ook nog varkens in de schuur. En dat, het was eigenlijk, en hij haalde ook nog eieren op bij de boeren, waarmee hij naar de markt toe ging. En mijn vader is toen van sluis 6 af is die hier in de Wisseling gekomen, op het pand waar nu Nuvelstein zit. Want hij is getrouwd met Jo van Keulen en had hier al een broodbakkerij. Ja. En die heeft hij overgenomen samen met mijn moeder. Om verder te gaan binnen het dorp. Want sluis 6 lag toch zo langzamerhand wel een beetje uit de route. En vandaar dat die verschuiving gemaakt is. En in de jaren, ik denk, 1950, is de familie Jonker vertrokken naar Den Haag. En toen hebben wij dit pand waar we nu zitten, hebben wij gekocht. En toen heeft hij nog een 6 à 7 jaar de broodbakkerij ernaast gehad. En toen is hij daar helemaal mee gestopt en is volledig op bakkerij overgegaan. Dus in de loop van de jaren is er wel wat gebeurd qua veranderingen. Dus we zijn eigenlijk met de tijd heel erg meegegaan, zeg maar. Nou was het natuurlijk vroeger ook zo, de mensen hadden natuurlijk het minder goed als nu. Dus gebak was natuurlijk alleen bij echt hoogtijdagen, terwijl wij nog wel eens zeggen zo van, zullen we zaterdagavond lekker een gebakje bij de koffie doen, toch? Maar ook het werk toen, hè? Want je hebt nu gasovens, elektrische ovens, dat had je toen niet. Nee, we hadden, hiernaast hadden wij nog een turfoven. En dat stond hier achter, je ziet het plateau nog dat verhoogd. Daar is nog, daar stond ook een turfoven. Wij hadden echt een turfoven, hier stond een waterover, stond er nog. Maar het was echt een heel massief gebeuren. Waardoor je echt een dag van tevoren moest je beginnen met ovens op te warmen. Dus dat was echt een heel andere tijd.
Nu de hamvraag, als je het over banketbakkerij Dorglo hebt. Hoe lang bestaat de hazelnoodtaart al? Nou moet ik even nadenken. Mijn vader heeft, toen hij hier kwam, heeft hij dat gedaan. Dus dat was 1950. En daarvoor zat banketbakkerij Jonker hier. En die hadden het toen al een jaar of 15. Dus het is al redelijk lang dat dat bestaat. En, dus dat is echt een oud vertrouwd recept geworden. Nou kom ik een keer ergens anders, bijvoorbeeld in Zwolle. En dan wordt er bijvoorbeeld op het werk getrakteerd. En dan krijg ik, noemen ze dat, hazelnoodtaart. Nou, dat is geen hazelnoodtaart, dat is gewoon een schuimgebak. Dan kunnen ze zich niet voorstellen dat ik dan ook nog durf te zeggen zo van, ik weet wel beter hazelnootgebak. Nou, dan ben ik blij omdat dat zo is. Want dat geeft aan dat we ons werk goed doen. Maar het is inderdaad wel een heel apart en speciaal recept. Het is, je moet er ook helemaal op ingesteld zijn als bedrijf om dat te kunnen brengen. En nou, dat zijn wij ondertussen wel. We hebben echt alles wat met hazelnoot te maken heeft, daar zijn we ook volledig op aangepast. Een heel geheim recept? Nou, in zoverre. Het is voor heel veel mensen is het haast niet na te maken. Gewoon omdat je echt heel veel speciale apparatuur moet hebben. En om dat aan te schaffen, dat zijn dermate hoge kosten, dat zien mensen dan eigenlijk niet zitten. Als ik iets van apparatuur uitvind, dan kan ik daar patent op aanvragen. Hè? Kun je dat ook op een recept van een taart? Dat kon eerder wel, maar niet meer. Dus dat is eigenlijk achterhaald. Amsterdamse kochertjes, die waren in het begin beschermd. Maar dat kostte zoveel moeite en zoveel tijd. Daar zijn ze gewoon van afgestapt. En toen hebben ze gezegd, alle recepten zijn vrij. Dus... Betekent dat... dat er iemand die echt heel goed kan bakken, het zou kunnen achterhalen of niet? Of is het te... Dat is lastig. Ja? Ja, echt. Want je moet er wel grondstoffen voor hebben die normaal niet in een supermarkt liggen. Dus dat, ik denk niet dat ze dat redden. Dan heb ik een beetje een rare vraag misschien hoor, maar ik hoor wel eens verhalen van... Mensen komen uit het westen, die komen hier in het oosten van het land bij familie op bezoek. En die gaan terug met de kofferbak vol met hazelnootgebak. Dat is geen zeldzaamheid. Dat gebeurt vaak. Dat is, en ook mensen die van hieruit naar familiebezoek gaan ergens in het land. Die zeggen van, nu moeten we gebak meenemen, want anders zijn we niet welkom. Dus nou, dat zijn wel leuke dingen voor ons uiteraard. Maak je dat nog een stukje nog trotser? Nog trotser. Ach, ja, het is altijd bijzonder natuurlijk. En, maar trots, dat is iets ja, dat, we zijn vrij nuchter wat dat betreft. Dus we vinden het leuk en we zijn ook blij dat mensen ervan genieten. En dat is eigenlijk ook onze doelstelling. Nou zijn er tegenwoordig op de televisie van die programma's, daar worden van die hele aparte taarten gemaakt, hè? Is dat ook iets wat we bij u nog eens kunnen verwachten? Ja, zeker. Vooral mijn zoon is daar tegenwoordig heel erg mee bezig. Iedereen kan op Facebook kijken en dan kan hij zien wat hij daarmee doet. En dat is werkelijk echt super mooie taarten. Maar daar komt nog een element bij. Wij zijn gewend om met smaken te werken. En daar zijn anderen nog wel eens wat... minder kieskeurig in. Dat geeft een stuk meer waarde. Hoe bedoelt u dat? Onze recepturen, die we gebruiken normaal in de bakkerij, die kunnen we ook als ondergrond van de taarten gebruiken, waar we hele bijzondere taarten van maken. Zeg een kaars of weet ik veel wat. Als u ziet, dan lijkt het niet op een hazelnoottaart. Maar het is echt alleen maar een hazelnoottaart. Waar we echt een heel andere opmaak. En de smaak blijft goed en dat is natuurlijk wat wij beogen. Bij ons is de smaak altijd heel erg belangrijk. En wat we er dan omheen zetten, dat is leuk. Maar het moet ook wel om de smaak blijven gaan, vinden wij. Ik heb het op de televisie eens gezien, dan zaten er zelfs
PVC-pijpen in de taart. Ja, ja, je moet hem op gegeven moment moet je toch ergens ondersteuning hebben om een taart recht overeind te kunnen houden. Ja. En dat hebben wij nog niet gedaan, moet ik zeggen. Maar wij, als je een stapeltaart hebben, die druk op die taart wordt dan zo groot. Dus dan hebben we wel in die taart, zeg maar, dikke rietjes die we erin steken, gekleurd, om, het moet goed opvallen, dus dat die mensen niet toevallig ermee opeten. Maar dan kan de taart erover, de bovenkant daarop rusten. En zo houden wij de taart sterk en in vorm. Een ander soort taart is bruidstaarten. Ik vind sommige zo verschrikkelijk mooi. Dat is eigenlijk mooi. En het voordeel van de bruidstaart is, mensen kunnen zelf hun inbreng hebben in wat het moet worden, hoe ze het willen. We hadden laatst een taart met, moesten allemaal bruggetjes en fontein in. En dat was fantastisch mooi om te zien. Maar dat zijn echt hele bijzondere taarten. En die, dan zijn ze gewoon een dag meer zoet. En dan... Om zo'n taart op klaar te krijgen. Dus, Hoeveel lagen moet ik daaraan denken? Voor een dag ermee werk? Nou, dat was een taart voor 150 mensen. Dus toen was het echt een. In de midden een fontein. En eromheen alleen maar taartopbouw en bruggetjes daarboven. En het zag er echt heel erg mooi uit. Maar ja, het is ontzettend veel werk. Alles moet passen. En het moet ook gewoon blijven staan op het moment dat het staat. En anders is het eigenlijk een vlag op een motorschip. En dat mag dus niet. Is er wel eens een taart omgevallen terwijl u hem weg wou brengen? Voor de deur van het restaurant zelfs. En dat is een drama, want dan weet je gewoon niet meer wat je doen moet. Want iedereen is gewoon klaar en is naar huis toe. En dan moet je dus de hele boel moet je weer oproepen om zo snel mogelijk toch nog weer iets voor elkaar te kunnen maken. Want je kunt de mensen niet zonder taart laten zitten natuurlijk. Maar ja, dan is het toch nog voor die mensen teleurstelling, omdat je dan wat later bent natuurlijk. Maar ja, dat was echt overmacht. En dat is de standaard die knapte. En ja, dan zit je gewoon, dan kun je niks meer, dan houdt het op. Nou hebben wij het steeds over hazelnoottaart. Maar jullie hebben natuurlijk veel meer gebak. Vindt u het heel erg als ik dan zeg dat ik zo'n gebakje zoals ik hier nu voor me heb staan, nog lekkerder vindt als de hazelnoottaart? Nou, wij maken natuurlijk van allerlei soort gebak, omdat altijd heel veel mensen heel veel verschillende smaken hebben. En lang niet iedereen is gek op hazelnoottaart. Dus dat is, dat weten wij en daar moeten we natuurlijk ook rekening mee houden. En het is een kwestie van, ja, wat vind je zelf wel lekker en wat, zelf bijvoorbeeld hou ik helemaal niet van kwark, maar ik zou er niet aan denken om een kwark uit het assortiment te halen, want ja, dan doe ik gewoon mensen tekort die daar gewoon wel van houden en ik moet daar gewoon natuurlijk wel mijn service aan blijven verlenen. Dus het is niet alleen maar onze eigen smaak die bepalend is en dat is maar goed ook. Nou heb ik, ik heb het idee dat het een beetje afzakt hoor, de rage cupcakes. Daar doen jullie niet iets mee met cupcakes, hè? Nee, ik was daar van het begin af aan helemaal niet zo'n grote voorstander van. Het is, ik vond het een beetje, niet bij ons passen, laat ik het maar vriendelijk zeggen. Ik vond niet dat dat thuis hoorde bij ons. Maar er zijn wel banketbakkers die daar heel anders over denken hoor. Dus, ja, dat mag, maar die hebben lekker geen hazelnoottaart. Nee, dat klopt. Dat klopt. Ja. Nou hebben wij het steeds over lekker gebak. En ja, dat is natuurlijk super lekker. Maar ik wil eigenlijk straks nog even met u naar de winkel op zich. Want de chocola, hè.
Ja, dat is iets wat de laatste jaren enorm in opkomst gekomen is. En waar we ook echt heel erg ons best voor doen om daar een heel mooi assortiment in te krijgen. Over 2 maanden gaan mijn zoon en de chef die daarin werken, die gaan weer naar België toe om daar nog opnieuw een cursus te gaan doen. En over een half jaar hebben ze een 3-daagse cursus in Rotterdam, waardoor we proberen om steeds bijzondere dingen gewoon erbij te krijgen. Dus dat is iets waar we proberen om daar nog meer stijl in te krijgen en nog weer mooie dingen van te maken. Gaan we zo meteen verder over praten, gaan we eerst even lekker aan de koffie en gebak. We hadden het net met de koffie erover, gebak, dan heb je het over Dorgelo. Maar chocola ook, hè? Ja, chocola is een heel erg gewild product. En alles op chocolagebied maken wij wat dat betreft ook in eigen huis. Dus we hebben op het ogenblik meer dan 30 verschillende bonbonsoorten die we echt allemaal zelf maken hier in de bakkerij. En we hebben ook daarbij allerlei soorten passende verpakkingen van chocolade. Verpakkingen tot hele luxe dozen en alles wat ertussenin ligt. Nou staat er een doosje van chocola en daar zitten dan chocolaatjes in. Als je dat toch ziet, dan kun je dat toch niet eens meer opeten? Nou, het is wel de bedoeling dat het opgegeten wordt, maar het ziet er echt heel erg mooi uit inderdaad. En de ontwikkelingen gaan daarin steeds verder en we proberen ook steeds andere en nieuwe dingen te doen. En dat lukt over het algemeen goed. Nou zou ik eigenlijk tegen de mensen willen zeggen zo van, je moet eens een keer komen tegen de Pasen. Ja, de Pasen is wat dat betreft feest. De haas en de kip en de haan en alles, dat is in prachtige kleuren al uitgewerkt. Dan schilderen we de vorm in en dan wordt die afgegoten met chocola. Maar het is echt allemaal echt handwerk en het is echt prachtig om te doen en om te zien. Nou hebben wij altijd onze mond vol over de Belgische chocola. Nou, dit doet er niet voor onder. Hoe komen jullie aan al die kennis? Wij verzorgen onze kennis goed, want we proberen steeds op cursus te gaan. En dan gaan we ook vaak naar België toe. Dus het zijn echt bonbonmakers eerste klas in België, absoluut waar. En daar leren we echt ontzettend veel van. En met cursussen houden we ook gewoon onze kennis helemaal paraat. Dus over een paar weken gaan ze alweer een dag naar België toe om een workshop mee te maken. En al in het midden van het jaar staat er een 3-daagse workshop of eigenlijk een klas. Staat klaar om dan ook heen te gaan. En dan zijn de mensen die hier de bonbons maken, die gaan daar naartoe en nemen altijd iets nieuws mee wat we dan weer kunnen gaan doen. Nou zetten we hebben nu doosjes en een schitterende vis met bonbons erin. Dat kan niet anders zijn dan zeevruchten wat erin liggen. Maar zijn er ook andere mogelijkheden? Ik weet bijvoorbeeld een motor. Jazeker, we proberen aan alle wensen te voldoen. En we hebben wel auto's gemaakt, we hebben motoren gemaakt, we hebben, je kunt het eigenlijk, alles wat je eigenlijk graag wil, moet je eigenlijk bespreken en dan proberen wij daar een oplossing voor te vinden. En zodra het kan, wordt het ook zonder meer gemaakt. Dus er zijn echt heel veel mogelijkheden en nou nee zeggen houden we niet zo erg van. Nou, maar het moet wel kunnen natuurlijk. En wat ook belangrijk is, niet op het laatste moment hoogstwaarschijnlijk, hè? Dan zeker niet. Zeker bij bijzondere zaken, dan moet je toch op tijd zijn. Want anders moeten we wel de kans krijgen om het te kunnen maken. Want chocola is een heel arbeidsintensief product. En het is ook een prachtig product en hartstikke lekker. Wat mensen ook altijd opvalt, is dat de winkel er zo mooi uitziet. Ja, daar hebben we ook naar gestreefd bij de vorige verbouwing, om echt een hele moderne, maar wel sfeervolle winkel er neer te zetten. En ik vind dat dat erg goed gelukt is. Ja, ik denk aan velen met u. Nu hebben we het gehad over het gebak, we hebben het gehad over de chocola.
Is er nog iets waarvoor ik naar Dorgelong moet? Ja, eigenlijk van alle desserts. Als je dessert wilt hebben, dan kun je het bespreken met ons en dan proberen we daar aan te voldoen. Dus, waar moet ik aan denken dan? Puddingen, ijs. We kunnen natuurlijk veel meer dan we ooit kunnen tonen. Dus, maar als je echt iets bijzonders wil en je bent daarin geïnteresseerd, dan kom maar overleggen en dan zal er altijd een mouw aan te passen zijn. En als je nou niet in Dedemstraat woont, maar in een ander dorp, dan kan het zelfs zijn dat je gewoon daarbij de supermarkt ook de hazelnotaat kunt halen. Hè? Dat klopt. We leveren in de omgeving aan 13 supermarkten. En dat gaat heel, heel erg goed, want de mensen daar willen niet altijd voor één taart hier naartoe rijden. En die service die hebben we eigenlijk dus daar naartoe verlegd. En dat is een prima zaak geweest. Om met de tijd mee te gaan, moet je natuurlijk ook een website hebben en per web kunnen verkopen tegenwoordig. Doen jullie dat ook? Ja, we hebben echt een website met www.banketbakkerijdorgelo.nl. Maar je kunt dan ook gewoon via de website ook bestellen. Dus er staat... Daar hebben we een vereenvoudiging in aangebracht, zodat de mensen makkelijker kunnen bestellen. Want dat was in het begin nog wel eens wat lastig om binnen te komen, hebben we begrepen. En dat hebben we dus veranderd. We hebben het voor de mensen wat gebruiksvriendelijker gemaakt. En dat is een goede zaak. En daarnaast kunnen mensen ook, voor mensen die geïnteresseerd zijn, die kunnen ook via Facebook volgen wat wij hier in de bakkerij doen en maken. En we zetten niet alles op Facebook, maar bij bijzondere dingen dan staat het er gewoon in. Dus dat is voor de mensen wel leuk om te zien. Is er verder nog iets wat we moeten weten? Nou, ja... Ik zou zo niet kunnen noemen of ik iets vergeten ben, ja of nee, maar ik ben wel zover dat ik zeg van mensen die echt een keer iets bijzonders willen, laat ze maar komen en bespreek het met ons en dan zal het heus goed komen. Dan rest mij nog u hartelijk te bedanken dat we bij u op bezoek mochten zijn. Graag gedaan en ik hoop u later nog eens een keer weer te ontmoeten hier. Nou, binnen over een paar jaar, 175 jaar, wie weet. Lijkt me een goede gedachte. Doen we.